Dit is de desidentificatieoefening. Een oefening die je kunt gebruiken als je in emoties zit bijvoorbeeld. Of om meer je eigen kracht te voelen en te bepalen wie jij bent. Ga daarvoor ontspannen zitten. En richt dan je aandacht op je lichaam. En voel je voeten. Je knieën. Je schouders. Je handen. Of andere lichaamsdelen. Kruip er steeds helemaal in met je bewustzijn. En vraag jezelf dan eens af, wie is dit ik dat zo even bewustzijn naar die verschillende lichaamsdelen heeft gestuurd? Wie is die ik die zich in mijn lichaam kan verplaatsen en keuzes kan maken? Wie is dat ik? Stel je nu voor hoe je lichaam verandert. Want je lichaam vernieuwt zich totaal elke 7 jaar. Vraag jezelf dan af, wie is die ik die al die verschillende levensfases ondervindt? Wie is het die mijn hele leven bijeenhoudt? En richt dan je aandacht op je haren, de plek in je onderbuik, onder je navel. Een adem in je haren. Breng nu je aandacht naar je gedachten. Merk hoe je gedachten in en uit je bewustzijn stappen. Hoe je ze kunt laten gaan of juist vasthouden. Tussen twee gedachten is stilte, ruimte. Ervaar die ruimte en leegte. En kruip er helemaal in met je aandacht. Vraag dan jezelf af, wie is dat die zich bewust is van deze gedachte? Wie gaat er zo om met de gedachte? Wie ben ik? En keer dan met je aandacht weer terug in je haren en adem daar. Breng dan nu je aandacht naar je gevoelens. En word je bewust wat je gevoelens op dit moment doen. Hoe reageren ze? Hoe veranderen ze? En merk hoe ze kunnen omslaan als eb en vloed. Emoties veranderen voortdurend. Maar tussen twee gevoelens is er stilte en ruimte. Ervaar die ruimte eens. De leegte. Ik kruip er helemaal in met je aandacht. En vraag dan jezelf af, wie ervaart deze gevoelens?
Wie is het die al deze gevoelens kan volgen, kan erkennen of afwijzen? Wie ben ik? En keer dan terug met je aandacht naar je hara en adem daar. En breng dan je aandacht naar je lichaam. Voel je lichaam en verplaats je bewustzijn er doorheen. Zeg dan tegen jezelf: ik heb een lichaam, maar ik ben mezelf. Ik ben die ik ben. Ik ben die ik ben. En keer dan met je aandacht weer terug in je hara. Breng dan je aandacht naar je gedachten. En merk, ervaar je gedachten, maar ook de ruimte ertussenin. Zeg dan tegen jezelf: ik heb gedachten, maar ik ben mezelf. Ik ben die ik ben. Ik ben die ik ben. Keer dan terug naar je hara. Breng dan je aandacht naar je gevoelens. En merk en ervaar je gevoelens. En ook de ruimte ertussenin. Zeg dan tegen jezelf: ik heb gevoelens, maar ik ben ze niet. Ik ben mijzelf. Ik ben die ik ben. Ik ben die ik ben. En nestel je dan nog eens extra in je hara. Ervaar jouw centrum. En adem daarin. En zeg dan tegen jezelf: ik ben een centrum van zuiver zelfbewustzijn. Ik ben die ik ben. Ik ben die ik ben. En neem dan je tijd om deze oefening op jouw manier af te ronden. Misschien wil je nog even mediteren. En misschien wil je nu weer terugkomen. En dan kun je wat gaan rekken en strekken. En je weer helemaal aanwezig voelen in het hier en nu.